Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven het noordoosten van Nederland zien we op de satellietfoto van vanochtend vroeg nog een groot bewolkingsgebied liggen. Daar regende het vannacht uit, maar die bewolking trekt naar het noordoosten weg, naar Duitsland. En dat betekent dat we vanuit het westen en zuidwesten steeds bredere opklaringen krijgen. Van tijd tot tijd zon, dus droog weer en temperaturen die vanochtend al oplopen tot rond 10 graden. en vanmiddag plaatselijk 11 of 12 graden aantikken. De zon blijft van de partij en het blijft vanmiddag droog. Enige minpuntje is de stevige zuidwestenwind. Vanavond begint de bewolking weer toe te nemen. en aan het einde van de avond kan er in het zuidwesten misschien wat regen vallen. In de nachtelijke uren regent het overal en morgen overdag is het ook ronduit wisselvallig. In de ochtend wel af en toe zon, maar ook wat regen en in de middag komen er stevige buien met aan zee kans op zware windstoten. Temperaturen 10 tot lokaal 12 graden en de wind waait aan zee af en toe hard, windkracht 7. De vrijdag pakt weer veel beter uit dan is het grotendeels droog en schijnt van tijd tot tijd de zon, maar we zien de temperaturen wel dalen, geen dubbele cijfers meer. In het weekend zet de daling voort. Zondag hebben we maximaal van 5 graden in de nachten rond het vriespunt. Dat zijn de normale waarden voor deze tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl